Binnenkort krijgt u een darmonderzoek. Om de darm goed schoon te krijgen, heeft u het darmreinigingsmiddel Pleinvuur gekregen. Het is belangrijk dat de darm goed schoon is om te voorkomen dat afwijkingen gemist worden. Het darmreinigingsmiddel veroorzaakt diarree. In de loop van de tijd kunt u veel ontlasting verwachten. Zorg daarom dat u in de buurt blijft van een toilet. Het is mogelijk dat het wat langer duurt voor uw ontlasting op gang komt. Dit kan gepaard gaan met buikkrampen. De darmreiniging is geslaagd als u alleen nog maar heldere, soms lichtgele vloeistof in het toilet aantreft. De ontlasting is dan zo dun als water. Nu bent u klaar voor het onderzoek. De Pleinvuurverpakking bevat 2 doses verdeeld over 3 zakjes. 1 zakje met een mango-smaak voor dosis 1 en 2 zakjes met een fruitdranksmaak voor dosis 2. Om schone darmen te krijgen is het belangrijk om een aangepast dieet te volgen. Daarnaast drinkt u 1 dag voor het onderzoek dosis 1 en de dag van het onderzoek dosis 2. Hoe u dit moet doen, leggen we nu uit. Drie dagen voor het onderzoek start u met een aangepast dieet. U mag hierbij de volgende producten niet meer eten. Geen brood met zaden of pitten en geen volkoren brood. Geen volkoren meer granenpasta of zilvervliesrijst. Groenten zoals peulvruchten, mais, tomaten, ui en de andere hier genoemde groenten mag u niet eten. Vermijd daarnaast ook sinaasappels, kiwis, druiven en andere hier genoemde fruitsoorten. Eet geen jam met pitjes en ook geen noten, pinda's en overige producten met zaden of pitten. Producten die hier niet worden genoemd, kunt u wel blijven eten. Op de dag voor het onderzoek mag u, afhankelijk van het tijdstip van het onderzoek de volgende dag, 's middags een lichte lunch nemen. Hierna mag u geen vastvoedsel meer eten. Wel mag u heldere dranken drinken, waarbij u kunt kiezen uit koffie en thee, waarbij suiker wel is toegestaan en melk niet. Vruchtensappen zonder vruchtvlees, zoals appelsap, gezeefd sinaasappelsap of gezeefd grapefruitsap. Iced tea, gezeefde niet-vette bouillon of gezeefde niet-vette heldere soep. En mineraalwater of limonade zonder koolzuur. Drink geen alcohol, melk, rode of paarse vloeistoffen of andere dranken die vruchtvlees of pulp bevatten. Pleinvuur dosis 1 bestaat uit 1 groot zakje en bevat een mango-smaak. Los deze dosis op in 500 ml water. Blijf roeren tot het poeder is opgelost. Dit kan ongeveer 8 minuten duren. De oplossing kan na bereiding afgedekt 24 uur in de koelkast worden bewaard. Drink Pleinvuur dosis 1 samen met ten minste 500 ml, maar liever 1 liter heldere vloeistof. Start de avond voor het onderzoek volgens het aangeleverde schema en neem minimaal 1 uur de tijd. Drink de Pleinvuur-oplossing rustig met kleine slokjes en wissel af met slokjes van de toegestane heldere vloeistoffen. Dit verkleint de kans op misselijkheid. Indien nodig kunt u het drinken van Pleinvuur kort onderbreken en de behandeling hervatten wanneer een vol gevoel of eventuele misselijkheid verdwenen zijn. De dag van het onderzoek bereidt u Pleinvuur dosis 2. Dosis 2 bestaat uit 2 zakjes en bevat een fruitdranksmaak. Los deze 2 zakjes weer op in 500 ml water. Roer tot het poeder is opgelost. Dit kan ongeveer 8 minuten duren. Ook deze oplossing kan na bereiding afgedekt 24 uur in de koelkast worden bewaard. Start met een kopje warme thee voor u de tweede dosis Pleinvuur-oplossing inneemt. Drink Pleinvuur dosis 2 tegelijkertijd met 500 ml tot 1 liter heldere vloeistof. Start met de inname volgens het aangeleverde schema en neem hier minimaal 1 uur de tijd voor. Drink de Pleinvuur-oplossing rustig met kleine slokjes en wissel af met slokjes van de toegestane heldere vloeistoffen. Dit verkleint de kans op misselijkheid. Indien nodig kunt u het drinken van Pleinvuur kort onderbreken en de behandeling hervatten wanneer een vol gevoel of eventuele misselijkheid verdwenen zijn. Blijf hierna naar behoefte drinken tot uiterlijk 2 uur voor het onderzoek. Vanaf 2 uur voor het onderzoek mag u niets meer drinken, ook geen slokjes water. U moet vanaf dan dus compleet nuchter zijn. Tot slot nog een paar tips voor de Pleinvuur-inname.
Start met een kopje warme thee voor u de tweede dosis pluimvuuroplossing inneemt. Drink pluimvuur gekoeld voor een betere smaak. Drink pluimvuur eventueel met een rietje, zodat de vloeistof wat verder in de mond komt. En gebruik sorbitolvrije kauwgom om een andere smaak in de mond te krijgen. Wij wensen u veel succes met uw voorbereidingen voor het onderzoek.